Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe achteraf video hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming op de achtergrond gameplay. Heb ik vandaag voor jullie een Man O' War Nuclear gehaald op de map Havoc. Ik gebruik op mijn Man O' War de Eloscope, de High Caliber en natuurlijk de Stock Attachment. Ik heb op mijn Man O' War staan de High Caliber puur omdat dit wapen best wel alle kanten op schiet. Op het moment dat je begint te schieten en je hebt heel vaak dat je eventjes één of twee kogels, boem, op het hoofdje raakt. En door die High Caliber kan je natuurlijk door die Lucky Headshots de enemies zoveel sneller killen. Want het gebeurt heel vaak, moet je maar gewoon goed opletten. Maar, ik haal hier een nuclear. Voor de mensen die het niet weten, een nuclear is natuurlijk een 30 gun streak zonder dood te gaan. Ik speel in een party. We zijn op dit moment ook gecounter UAV. Natuurlijk niet het allerbeste om tegen te krijgen, maar alsnog ga ik op een gegeven moment eventjes beest. Ik gebruik de Ripper Specialist, wat helemaal niet de bedoeling was. Want het was het allereerste potje van de dag. En altijd als ik online kom, dan heb ik meestal rare dingen aanstaan. Mijn scorestreaks staan wel goed. De UAV, de counter UAV in heten. Maar waarom ik de Ripper Specialist aan had staan, ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik gebruik dit ding eigenlijk alleen maar als ik met de submachine speel. Dan kan je natuurlijk dichtbij ze komen, dan kan je ze nijven. Maar met een assault driver blijf je meestal op afstanden staan. En dat is ook precies de manier waarop je deze map moet spelen. Je hebt in Domination 3 vlaggen. A, B en C. Je ziet op dit moment hebben wij de B en de C vlag in onze bemachtiging. In ons team. Ik ben nu de A vlag aan het pakken. Er zit nog één enemy achter me. Maar die pakt mijn teammate vanzelf. En wat het is in Domination is dat de spans redelijk snel, maar ook echt redelijk snel, de andere kant op draaien. En ik heb dus nu de A vlag gepakt. Wat inhoudt dat ik automatisch weet dat de enemies weer op de C-vlag staan. En wat ik in deze achtergrond gameplay doe, en hoe ik de nuclear haal, is door de hele tijd heen en weer te rennen tussen de A en de C-vlag. De B-vlag in Havoc is gewoon echt lastig om te pakken. Die zit midden in de map, je kan er niet echt dekking zoeken. Je hebt één klein vleugeltje van een vliegtuig waar je achter kan gaan staan. Maar verder zijn er niet heel veel plekken om dekking te zoeken als je op de B-vlag zit. Dus ik weet sowieso automatisch dat de enemies niet makkelijk de B-vlag zullen pakken. Maar de A en de C-vlag daarentegen, daar spannen ze bij. Als er geen teammates in de buurt staan. Dus ik weet dat als ik nu iedereen kill op deze A-vlag waar ik nu mee bezig ben, en ze blijven bij me spannen en ik blijf ze ook killen, dat ze automatisch op het moment dat ik op die vlag spring, en automatisch op het moment dat mijn teammates naar me toe komen rennen, de enemies aan de andere kant, oftewel bij C, zullen spannen. En dat is iets wat je in Domination echt gewoon heel erg goed moet onthouden. Pak jij de A-vlag met jouw team, en komt je team naar jou toe lopen wat nu gebeurt, dan zie je dat de spans flippen en dan zie je meteen dat ze bij C spannen. Wat ik dus hier ook doe, is ik zie dat mijn teammates aan het pakken zijn. Want denk ik eventjes na, oh, die spans flippen, ze moeten nu bij C staan. Dus ik ren keihard, maar ik ga keihard naar de andere kant van de map, om daar weer opnieuw de enemies te kunnen killen. Er staan twee teammates bij me, wat inhoudt dat het nu een beetje tricky is waar ze gaan spannen. Ze kunnen bij de A-vlag spannen, ze kunnen bij de C-vlag spannen. Maar we hebben een hater in de lucht, dus dat maakt sowieso alles wat gemakkelijker. Maar mijn team is weer naartoe gekomen, we hebben de C-vlag weer. Dat houdt automatisch in dat ze weer bij aanspannen. Zo kan je de hele tijd heen en weer blijven lopen. En je hebt twee tactieken om dan goed te gaan. Zoals ik hier op de achtergrond gameplay doe, is de hele tijd heen en weer rennen. Ik ren van A-vlag naar de C-vlag. Ik ren van A-vlag naar de C-vlag. En ik probeer ze ook nog eens te pakken. Ik probeer ze te cappen. Ik probeer voor mijn team natuurlijk te winnen. En dat is meestal niet het slimste om te doen. Omdat je best wel vaak, doordat er nog één iemand van de tegenstanders in de span loopt, gekild kan worden. En wat eigenlijk een mooie tactiek is, en wat ik hier dus niet doe, is om rondom de B-vlag te blijven lopen. Dus niet helemaal naar de A-vlag toe te rennen. Niet helemaal naar de C-vlag toe te rennen. Maar een beetje in het midden te staan op te wachten. En je moet niet zorgen dat je gewoon gaat campen. Als je gaat campen is natuurlijk niet leuk. Maar als je gewoon, zoals ik hier, achter deze barrels doe, terwijl de ronde erop zit, dan kan jij ze opwachten, omdat je weet dat ze voor je spannen. En sta je toch niet helemaal te campen, omdat je toch in beweging blijft. En op het moment dat je dan weet dat de enemies niet meer voor je staan, en op het moment dat je weet dat je teammates bij je staan en die bijvoorbeeld de vlag gaan pakken, dan weet je weer automatisch, oh ja, ze zitten nu achter me, draai je weer om. Dus Domination is een game mode, vooral op de map Havoc, waar je echt heel erg goed het spansysteem kan oefenen en kan leren. En als jij in Call of Duty een nuclear wil halen, of als jij in Call of Duty een killchain wil halen, of wat dan ook, dan moet jij gewoon die spansystemen, die spanplekken, die spangebieden, die spanflips uit je hoofd kennen. Want dat is echt gewoon het allerbelangrijkste systeem in heel Call of Duty. Weet jij, zonder de UAV,
zonder een hater, zonder een minimap, waar de enemies zich ongeveer kunnen begeven, dan kan je ze natuurlijk ook mooi killen. En sommige mensen die rennen er echt keihard op af zonder na te denken. Alleen als je kaart op afrent zonder na te denken, dan gaat het in de meeste gevallen niet heel erg lekker, maar het kan wel zo zijn. Een nuclear halen is meestal iets slimmer spelen. Ik heb hem hier gehaald, ik had een 32 streak. In totaal zo nog eens 2 unstoppable medaljes erbij. Maar zo zie je dat je gewoon in ongeveer, laten we zeggen, 5 minuten een nuclear kan droppen door gewoon de hele tijd tussen de A-vlag en de C-vlag slim en logisch te spelen. Je zal soms wel wat potjes hebben natuurlijk, en dat hoort ook bij Call of Duty, waarin je gewoon bijvoorbeeld gekild wordt door een sniper terwijl die no-scope, of gekild wordt door een camper terwijl je hem niet ziet, of wat dan ook. Dat hoort bij Call of Duty, is bij mij ook al 100.000 keer gebeurd. Maar soms heb je van die potjes en dan ga je lekker, dan ga je base, zit je in die spans als ik nu op de A-vlag zit, kill je iedereen en dan hop, dan kill je een snipertje op een afstand terwijl hij een sniper heeft en hij eigenlijk mij moet killen. Dus waar je op moet letten en wat het allerbelangrijkste is in Call of Duty, dat heb ik al heel vaak gezegd, is gewoon je minimap. Je ziet hier, er zitten 4 teammates op de vlag. Ik zag 2 teammates nog bij me spannen en dan weet ik automatisch van, er kan geen enemy meer zijn. Dus ik zat ook totaal niet meer op te letten. Ik stond die vlag als op mijn goal en ik wist gewoon 100% zeker, er kan geen enemy hier meer zitten. Ik ren nu spannen, we hebben een hater in de lucht, dat is natuurlijk super fijn. En ik zie nog steeds mensen achter me spannen. Nou, dan krijg ik een assistje, maar ik zie op mijn hater op, ze spannen weer aan de andere kant. En dan ren je weer keihard naar de andere kant, maar als ik die hater niet had gehad, wist ik wel al dat ze bij de A-vlag zouden gaan spannen. Want al mijn teammates en mijn hele party, althans niet mijn party, want ik was een andere party gejoind, die zat op de C-vlag. En dan weet je dus, oh, er zitten 4 à 5 teammates op de C-vlag, dan moeten ze op A spannen. Hetzelfde hier, mijn teammates is naar me toegekomen, we zijn nu met z'n tweeën, maar er zitten nog 4 andere teammates aan de andere kant. Dus die rijden nu al naar de C-vlag toe. En waarschijnlijk als ik er ben, zijn ze er misschien al. En zitten misschien de enemies alweer op aan. Dat moet je de hele tijd in de gaten houden. Hier, we killen deze camper hier. Zit 1 teammate. Je zit nog links van me. Maar hij flipt de spans niet zijn eentje. Je moet met minimaal ongeveer 3 mensen zijn in de enemy hun span. In het enemy hun gebied. Om de spans de andere kant te switchen. Je ziet nu op de minimap. Nou, mijn hele team zit weer bij de C-vlag. Dan weet ik automatisch weer. De enemy zit hier bij mij op de A-vlag. Dus domination is heel logisch. De Spaanse domination zijn echt, echt heel logisch. En als je die uit je hoofd kent. En je kan het goed gebruiken, om het maar zo te zeggen. Dan kan je ook gewoon een hele lekkere score halen. En dat doe ik eigenlijk altijd als ik domination speel. Ik blijf altijd nadenken. Ik let heel veel op mijn minimap. Dan echt heel, heel veel. Want die minimap die zegt je zo onwijs veel. En je ziet ook, moet je maar eens goed opletten in bijvoorbeeld de video van me. Waar ik gewoon live speel natuurlijk. Dat ik heel vaak doodga. Op het moment dat ik gecounter-reviewd word. Want als ik gecounter-reviewd word, heb ik geen flauw benul meer waar de enemies zitten. Oftewel, nu, op dit moment, we zijn gecounterd. Ik ga meteen dood. Dus counter-reviews, dat zijn echt irritante voor mij scorestreaks om tegen hem te krijgen. Want ik ga er altijd, maar ik ga altijd door dood, omdat ik mijn minimap niet meer heb. En je ziet het hier weer, ik ga weer dood. Ik kan niet zien waar mijn teammates staan. En aan de positie van mijn teammates, weet ik waar de enemies staan. Als ik geen UAV heb. Als ik een UAV heb, zie ik het gewoon. Als ik een counter UAV heb, zien de enemies helemaal niks meer. En als ik een hater heb, dan kan je, nou, zoals we nu hebben, alles zien. Maar dan kan je echt letterlijk alles zien. Dus dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer op te letten. Dus ik zou zeggen, leer de spansysteem uit je hoofd. En leer gewoon je minimap echt goed gebruiken. Want dat is zo, zo, zo onwijs belangrijk in Call of Duty. En daar kan je ook zo onwijs goed mee gaan. En ja, als ik een counter UAV'd word, kan ik niks meer. Zo makkelijk is het. Dus ik hoop niet zo vaak gecounter UAV te worden. Want dan ga ik echt gewoon beroerd. Shout naar mijn party natuurlijk. Iemand anders party. Want die hebben me goed geholpen. En zo kan ik weer een nucleertje droppen. Mijn allereerste offline nuclear, om maar zo te noemen. Want ik was niet live aan het opnemen. Ik was gewoon lekker aan het spelen. En normaal gesproken haak ik mijn nucleers in livestreams of in video's. Maar deze was een keertje gewoon terwijl ik normaal speel. Dus dat is mijn allereerste. Dus mijn allereerste normale, niet live nuclear. Dus dankjewel party. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk sowieso een kaart op de like knop. Bedankt voor alle support, want we hebben alweer de 350.000 abonnees gehaald. Dat is een onwijs hoog getal. Dus thanks for watching. En tot de volgende keer. Plus mijn hond die zit aan mijn deur te krabben. Bye bye.